Een lichtkunstwerk voor onder meer verzetsheld en Philips-directeur Jan Zwartendijk. Deze is al ruim een jaar te zien in Eindhoven om hem te eren. En daar komt nu een bijzonder hoofdstuk bij, want de verzetsman krijgt de prestigieuze gouden erepenning voor menslievend hulpbetoon. De missionair premier Mark Rutte reikt de onderscheiding donderdag uit aan nabestaanden van Zwartendijk. Zwartendijk werkte in de Tweede Wereldoorlog als plaatsvervangend consul in Litouwen. Daar woonde hij omdat hij directeur was van een Philips-vestiging in het land. Als consul verstrekte hij duizenden visa aan Joodse vluchtelingen. Dankzij die papieren wisten duizenden Joden uit handen van de nazi's te blijven.